Mijn naam is Maarten van Kempen, eigenaar Fitland Groep. We zijn nu in Mil, een van de 22 Fitland-vestigingen op dit moment. Een XL-vestiging. Fitland is een organisatie die probeert combinaties te maken van opleiden, zorg, bewegen en leisure. Daar waar het kan, publiek, privaat. In een XL zit altijd overnachten in, zit altijd wellness in, zit altijd leisure en bewegen in. En de component die we dan erbij zoeken, waarmee we verbinden, dat kan onderwijs zijn, dat kan politie zijn, dat kan zorg zijn. Dus dat zijn de combinaties die we maken. Het is maar net waar de regio behoefte aan heeft. Bijvoorbeeld in Sittard, daar hebben we een combinatie gemaakt van het SIOS en een Fitland. Daar waar het SIOS vroeger zelf sporthallen etc. had, maken ze nu gebruik van de faciliteiten van Fitland. Vliegtuigen is voor ons de manier om te vertellen dat we in Mil zijn. En we hebben daar het NOS-journaal mee gehaald. Je kan daar overnachten, er zitten twee suites in. Dat verbindt het Fly Cruise arrangement met de wellnessboot. En waarom nu een wellness in de vorm van een jacht? Een jacht heeft alles te maken met luxe, ontspanning en water. Wellness heeft daar ook alles mee te maken, dus de buitenkant vertelt wat je aan de binnenkant mag verwachten. Een van de innovaties die we al lang ingezet hebben, was het verbinden van orthopedie aan bewegen. Fitland bestond voor een groot gedeelte uit bewegingscentra's. En dat doen we nu ook met Sana Visie, waarin we de cosmetiek, verzekerde en niet verzekerde zorg, koppelen aan onze beauty locaties in de wellness. En daardoor krijg je weer een verbinding van beauty naar zorg. Kleinere ingrepen gebeuren op die wellness locaties. En de grotere ingrepen gebeuren in Mil. Wij geloven als Fitland niet in stand-alone exploitaties. En in onze ogen is dit de enige vorm waarin het op onze gebieden kan. Ik kan nu eigenlijk geen beroep of geen ondernemerschap bedenken waarvan ik zou zeggen, samenwerking is niet belangrijk. En het enige wat we nu moeten doen, is het vanuit kans vastpakken en niet vanuit bedreiging. Want dan heb je een verkeerd argument om te gaan samenwerken. Samenwerken doe je om van 1 en 1 is 3 te maken en niet om je 1 te behouden. Dat vind ik een hele belangrijke in samenwerken.